Goedemorgen, het is vandaag maandag 17 januari. En we gaan nog eventjes een paar uurtjes skiën in Sieweld. Maar kijken jullie, hier eens voor je. Daar ligt een enorme sneeuwbult. Gemaakt door dat sneeuwkanon wat je daarvoor ziet. En dan is het één weekje voordat de kerstvakanties beginnen. Dan is het zo verschrikkelijk rustig hier. Ook ontzettend mooi. En de condities, daar hebben we het maar niet over. Laten we hopen dat het ook met de kerst zo blijft. En hier zijn we bij de Oude Alm. En ook deze piste ligt er weer echt geweldig bij. Ja, en hier is heel duidelijk aan te herkennen dat we in Elmau zijn. We zijn nog steeds in Elmau bij de Elmi Zekser. En deze piste die wij net gehad hebben, ja, die kan ik nu toch wel uitroepen tot de piste van de dag. Wij gaan weer afsluiten hier uit het gebied van Scheffau en Elmau, waar wij vele pistes af zijn gegaan. Nou, het is nog koud genoeg, het vriest echt wel. En dit is eventjes onze laatste update die jullie nu eventjes krijgen, maar niet getreurd. Vanaf komend weekend, dus vanaf zaterdag 22 december, zijn wij weer terug in Oostenrijk voor een week of twee. Dus iedere dag kun je van ons updates verwachten. Nou, en hier zit het wel snor. Tenminste, daar gaan wij vooruit. En ik sluit af. En ik zeg maar weer de groeten.